Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom denk je dat wij hier zijn gekomen voor u? Voor het boterijsje. Voor het... Vanmiddag. Kijk, gezellig. En weet je wat ik zie uit het raam? We hebben heerlijk weer. Heeft u dat besteld? Nee, je was maar wel. Zullen we dan richting de boot gaan? Nou, mijn idee. Nu gaat het echt beginnen, het boottochtje, ja. Met deze heren. Ik heb er zin in. Het weer doet beter, dus laten we erop gaan. Hier zo. We hebben hier vast hoor, dus. Ja. Ja, kijk eens. Oude piraat, ik zie het al. Kijk eens. Welkom aan boord. Nee, daar zit in het hoekje. We hebben vandaag twee gasten aan boord. Een dekschrobber. Kijk eens. Die is voor Joep. Dankjewel. Kijk eens, en ik heb een mooie kapiteinspet. Kijk. Dan gaan we varen. Oké. Okay. Zal ik eerst het eerste stukje doen, of kan je zo meteen even varen? Sorry, hij doet even het eerste stukje. Ja. Ijverig hoor, ijverig. Kijk. Kapitein. Ja, ze denkt ook gelijk orders uit van haar. Ja, toch? Mooie dag, heb je het ook gezien? Ja. Ja, toch? Zeker. Heerlijke dag. Nou, helemaal top, sorry. Mag nu ook uit de roer van de mannen. Dat is natuurlijk ook wel geweldig. Kijken waar we naartoe varen en gaat allemaal goed, toch? Ja, jongen. Ja. Nou, dat gaat hartstikke goed. Helemaal goed. Kijk, gezellig terrasje. Doordraaien. Ja, en even wachten. Ja, draai maar door. Ja, dit is maximaal. Kijk. De eerste keer, maar ik vind het hartstikke leuk om te doen. En voor jou? Nou, we varen de hele zomer door. Als het mooi weer is, zijn we op het water te vinden. Maar zo'n droom uitbrengen, dat is inderdaad de eerste keer dat we dit doen.
En bevalt het? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Heel erg leuk. Ja, kijk de glimlach, het is wel mooi. Ja, heel top. Hebben jullie altijd deze boot of heb je nog andere? Ja, deze boot heb ik nu 7 jaar. Kijk eens. En hij heeft nog een andere boot. Ja, ligt in de Bakenische Gracht. Kijk. Ook een mooi bootje. En we zitten op een zevenkennisgroep samen. Oh, lekker. Dus, veel op het water te vinden. Ja, nee, het is nu weer te fris, helaas. Dus, kijk. En we hebben een goede kapitein, hè? Ja, een hele goede kapitein. Ja. Ga je stoppen, Trudy? Helemaal goed. Kijk eens, mooi. Kijk. Heidi. Hey, mam. Nou, top. Jongen, je bent die PH's allemaal. Een lekker beurtje. Waar staat de zevenkenners voor? Het is een waterscouting. Dus met zeilen, roeien, knopen. En veel omgaan met vrienden en allemaal dingen leren. En hebben jullie ook hele jongeren die je nog echt moet leren scouten, zeg maar, voor dit vak? Ja, zeker. Het is vanaf 11 tot en met 18. Oh. En dat is altijd heel leuk. Gaan jullie ook op bootvakantie of zeilvakantie? Of hoe noemen jullie dat? Op kamp. We gaan dan altijd vanaf hier naar Vinkeveen met een hele sleep. Oh, met een sleper, een dekschuit en 6 fletjes. En dan varen we door Amsterdam heen. En dan uiteindelijk komen we op Vinkeveen en moeten we ons hele kampement opbouwen. Okay. En is dat 1, 2 of 2 weken? 1 week. Ja. Nou, en hoe lang doe je er over om daar naartoe te varen? Een uurtje of 8, ongeveer 8 uurtjes. Om erbij. En dan zijn we in het mooie Vinkveen. Kijk, op. Ja. Hoe vinden jullie dat Trudy het doet? Ik vind het heel goed gaan, maar dat moeten we aan de kapitein vragen. Ja, Trudy doet het heel goed. Ja? Zeker weten, alsof ze net van een boot stapt en overstapt in de volgende boot. Ik hoorde hier een nieuwe carrière. We zijn lekker op gang nu. Een beetje uit, ouwe. Wat een drukke dag. Beetje naar de meid versturen. Zo. En naar mij draaien. Ja, goed zo. Een klein beetje naar die kant draaien. Het is een schuine brug, zeg maar. Voor de strand langs de boot gaan, voor de Efteling. Naar mij te sturen? Ik heb al.
Hij gaat wel om. Nou, was het heerlijk toch? Ja. Nou, dat was zeker. Is je droom goed uitgekomen? Nou, heel goed, ja. Kijk, we zijn blij dat we daaraan mee mochten werken. Ja, en, zeker. En als het kan, wil ik nog wel eens een fototocht maken. Nou, wie weet. Maar dit was al mooi. Ja, dit was al heel mooi. En ik wou ook jou bedanken voor de goede zorg en begeleiding voor de bank. Ja. Ik wil iedereen bedanken. Kijk, super. Dat horen we graag. En we hebben altijd, komt na een paar dromen, een boekje altijd uit. Ja. En we hebben nu zoveel dromen over wezenlijke, dat we twee boekjes hebben. Oh, mooi. En die mogen jullie uitgebreid doorlezen. Die, en, die heb ik al thuis. Nou, je hoort ze worden al. Ja. En we hebben altijd een presentje, een dromenvanger heet het. En dan hopen we ook dat jouw dromen ook verwezenlijker worden. Dankjewel. En nogmaals dank voor deze mooie dag. Ja, geen dank. Altijd goed. Oké. Okay.